Hoi, ik ben Sam. Hoi, ik ben Corné. En samen zijn wij. De Kijkbuiskinderen. Vandaag kijken we naar. De Verraders. 2024 met onbekende. Zo, Corné. Hi. Hallo. <laughs> Fijn dat we er weer zijn. Zeker. Ja, we zijn nog een beetje aan het bijkomen van Tunnelvisie Live van zondag. Ja, ja. ik ook. En dan zeg jij, was dat zondag? Was dat zondag? Ja, nee, ja. <laughs> Ja, ik kan toen niet altijd hetzelfde kopje nee, maken. Nee, 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 dat is waar. Dat is waar. Um, nee, ik, uh, ik ben thuisgekomen, ben als een blok in slaap gevallen... en heb daarna lekker de Verraders aflevering 3 teruggekeken. Ja, en ik heb um, het meteen teruggekeken. En ja. daarna heb ik een andere serie gekeken. En toen, <laughs> toen ben jij in slaap gevallen. Ja, ja precies. Ja. All right. Nou, mocht je uh, Tunnelvisie Live nog niet hebben gezien... die staat gewoon op WDM TV. Gaan we even lekker terugkijken. Ron Bosad was erbij. 120 Maloten waren erbij. Het was een feestje. Maar daar zitten we hier nu niet voor. Nee, hier zitten we nu voor iets anders. Wij zitten voor de Verraders aflevering 2024. Drie, aflevering bekende op WTO 4. En op Videoland, maar niet voor ons. Nee. Wij kijken niet op Videoland. Ja, te Tenminste, we, nee, we kijken niet vooruit op nee, Videoland. Kijken vooruit. We kijken alleen v terug op Videoland. <laughs> oh, het kan het <hijen> nog warriger. <hijen> het is echt weer maandag. Ah, ja, dit is echt weer een maandag-opname. Uh, ja. Ja. Um, de quote van aflevering 3 was: beweeg niet tenzij je voordeel ziet. Dat klinkt een beetje als Annemarie Koekoek. <laughs> Ken je dat spel? Ja. Of Red Light, Green Light. Koekoek! Ja. Koek. Ja. Beweeg niet, tenzij je voordeel ziet. Ja, nee, precies. Weggestemd tot nu toe, dus met deze aflevering nog niet meegerekend, is Nathan. En vermoord tot nu toe is Julian. Of Julian, wordt hij ook wel genoemd. Eh, door de kandidaten, volgens mij. Um, nog in het spel zijn, ik weet dat dit een, een flauw stukje is, Corneille, maar ik ga het toch even doen, heel kort. Mm -hmm. Nog in het spel zijn Amin, Claire, Dave, Ebru, Izen, Jan, Roderick. <laughs> ik pik elke Jan en Roderick. Jannie, Jeremy, Katelijn, Kim, Lucinda, Michel, Robin, Tom, Tristan en Vincent. En Beth, Mohamed, Jill en Alex, die zitten nog steeds apart op de zolder, Maar daar komen wij in aflevering 4 op terug. Oh, spoiler! Ja toch? we ja. hebben wij in het voorstukje van aflevering 4 gezien. Oh, heb jij dat weer gezien? Ja toch? Ja, jij wel. Ik zag alleen maar dat er mensen binnenkwamen in de kamer en het viel mij nog niet eens op dat het de nieuwe waren. Maar goed. Nou ja, Claire. Daar komen we later op terug. Ben ik uit? Ja. <laughs> ja. Soms denk ik van: oeh, staat hij nou ook uit? Dan ja, hij staat weer uit. Zo zag je het. Maar soms druk je hem aan. Ja. Of dan laat je ja, hem aan. Gebeurt. Zo ben jij, ja. Zo ben jij. Um, het ontbijt. Corné, wat gebeurt er allemaal? Wie komen er allemaal binnen? Katelijne en Vincent komen binnen. Ja. Ja. En dan gaan ze zingen. Verschrikkelijk. zing ze leef alsof het je laatste dag is. Nee. Leef. Alsof de morgen niet bestaat. Ja. Ja, En dan praten ze nog een beetje na over Nathan. Ja. En uh, ze hebben het ook over Ebru. Ja. Maar uh, dan zou je dus denken... Oeh, zou het richting Ebru gaan vandaag? Niet per se, want, nee, want Vincent, Vincent zegt dan... Ik denk toch niet dat ze het is. Nee, ze zit eigenlijk gewoon heel hard in het spel. Ze, uh, ze houdt ook gigantisch van het spel, weten we. Dus ja, misschien moeten we het daar gewoon eigenlijk niet zoeken. Oké. Okay. Nee. Oké, okay, nou daar heeft Ebru denk ik heel veel geluk bij. Ja. Tenminste op dit moment niet Nou, de zegt dan, ik denk nu Kim. Ja. Maar om alvast een beetje vooruit te... Ja, dat mag. ...te, te, te, te praten. praten, daar wordt niks mee gedaan. Maar echt helemaal niks. Nee, het zijn weer lekkere schaapjes deze ja. aflevering. Ja. Klopt. Ja, en daar vind ik toch wel een beetje jammer. Maar goed. Uh, ja en nee op zich, want je wil je eigen hachtje ook redden. Jawel, en ik begreep ze deze aflevering ook wel. Uh, nou, ja, met name Lucinda daar zei op het einde bij de ronde tafel iets. We komen we later op terug? Um, waarvan ik dacht, ja, die snap ik wel. Maar okay. goed, dat bespreken we straks. Ja. Tom en Kim die komen dan binnen. Uh, Kim is blij dat ze nog leeft. En Kim heeft een lijstje gemaakt met mensen die op Nathan gingen. Ze zegt er dan ook nog bij: ja, daar sta ik zelf ook op. Maar ja, ik hoop dat ik er wat aan heb. Is op zich geen hele slechte uh, nee. gedachte. Helemaal als iedereen daarin meegaat. Nou ja, dat. Maar we weten ook dat een aantal verraders toch anders hebben gestemd dan op Nathan. True. En dat vind ik dan wel weer heel slim van de verraders. Ja. En de verraders in deze aflevering, met name Isen en uh, Tom. Uh, die zeggen dan onderling eigenlijk ook tegen elkaar: uh, blijf jij gewoon lekker op degene waar jij op wil, dan blijf ik lekker op degene waar ik op wil, en dan zien we voor de rest wel wat de stemming gaat doen. Ja. En als we echt mee moeten, dan, dan doen we dat wel, maar blijf gewoon lekker op degene waar je op wil. Ja. Want dan komen ze nooit bij ons drieën samen uit, zeg. Maar. Nee, precies. En dat vond ik oprecht wel verstandig ja. ook. Ja. Nou, Jannie, Ebru en Tristan, die komen met z'n drieën binnen. Ja. Jannie gaat zich iets minder laten leiden door kleur. Lijkt me zeer verstandig, ja, Jannie. je zat niet heel goed, Jannie. Met je met roze je topje. Nee, precies. Misschien moet je... Ja? ja? Ja, ik kan geen advies geven natuurlijk, want het is al lang opgenomen. Deswaar. Dus skip die opmerking. Alright. Ja, Ebru, die gaat, er, um, die gaat er weer vol in eigenlijk met gestrekt been. Uh, en... en, en... Heftig ook weer, en die, die is meteen de life of the party, zeg maar, qua, qua energie, uh, energieniveau. Ja. Dat ik denk, oeh, ja, ik weet niet of je dit nu moet doen. Maar goed, zij weet dan natuurlijk ook niet dat er net aan de tafel aan de ontbijttafel al is besproken, dat dat misschien helemaal juist niet verdacht is. Maar we merken dan ook later dat Ebru ook bij zichzelf wel even denkt van, ga ik, ga ik misschien te hard nu? Ja. Um, dat is een goede constatering, denk ik, Ebru. Dus wellicht als je uh, twee, drie, vier afleveringen verder komt, dan, dan zou ik het een klein beetje proberen. Nou ja, te ze moet gewoon bij zichzelf te raden gaan. Gedraag ik me nu anders als verrader? Ja. Of ben ik altijd zo? Want als ze altijd zo is, dan, dan moet ze, ze gewoon zo blijven. Ja, dan moet ze het lekker volhouden. Ja, ja, ja. Ja, ja zij denkt nu shit, ik was te luid, ik was te aanwezig. En daar praat ze dan ook eigenlijk over met Tristan, met wie ze dus samen binnenkomt. Um, en daar, daar is ze uiteindelijk een soort van aan het goed praten. Dat ze zo aanwezig is. Ja. En die, ja, die koopt dat ook wel, ja, volgens ik. mij. En dan uh, Tom hebben, en Ebru hebben even een stilte moment. Ja, die kijken eventjes uh, zo'n beetje zo glazig voor zich uit. Van, poeh, daar gaan we weer. Dat wordt dan ook echt even zo in beeld gebracht. Ze kijken niet naar elkaar per se, als verrader zijnde. Maar ze hebben echt even zo'n momentje. zo uh, Dat ze alle twee zo even in het niks zitten te staren. Even wakker worden. Ja, dat ja, heb ja. ik ook wel eens ja, en eventjes uh, de hersentjes weer laten kraken van wat, wat wordt mijn tactiek als verrader zijn ja. vandaag, denk ik. Ja. Michel Robin en Lucinda komen dan binnen. Zeker. Knuffels all around. <laughs> ja, knuffels all around. En Michel wil risico gaan nemen. Hij gaat hard zijn. Ja, uh, en dat blijkt, ook, dat blijkt ook wel later deze aflevering. Ja. Hij gaat zeker hard zijn, maar hij gaat ook heel, heel, heel zacht zijn. Af en toe. Ja. Maar nou, ook, ook daar, Cornee Komen we later op... Terug. Dank u wel. Amin en uh, Isen, die komen binnen. En uh, Amin doet weer zijn. Uh, woehoe, daar ben ik. En Isen, dat vond ik dan ook wel weer heel grappig. Die doet dan precies hetzelfde. erachteraan. achteraan. <laughs> maar op haar soort van. Stuggere manier. Ja, stuggere, ingedamde manier. <laughs> ja. Dat vond, vond ik heel komisch. Zowel bij Amin als ook bij Isen, die, die, die hem dan letterlijk ja, noemde. Vond je Amin komisch? Uh, ik vond Amin deze aflevering uh, prima te pruimen. Uh, tot aan de rondetafel. <laughs> Toen vond ik hem iets minder te pruimen. Oké. Okay. Maar dat komt vooral door uh, hem en Jeremy. Oh. Nee, niet, niet door zijn lippen. De lippen. Oh. Ja, weet je, ik blijf dat irritant vinden. Niet bij hem per se, maar gewoon in het algemeen. Mensen die zulke opgespoten lippen hebben. Dan denk ik, hou daar nou eens mee op, mensen. Er is ja, geen schoonheidsideaal. Misschien. Er is gewoon, ik... Heeft hij zulke lippen van zichzelf? Nou, Cornee, nee. nee. <laughs> hey, maar ik ken mensen die hebben, die hebben dus ook gewoon zulke lippen. Maar die zijn echt van zichzelf. Dat zijn mannen en die hebben zo'n club... dat denk ik nou Ja, maar niet zo opgespoten. Nou, ik denk niet dat het hem opvalt veel. omdat hij er een glosje overheen doet. Ook dat, ook dat. Dus het, het, ik, ik vind ze niet overkomen af van die Donald Duck lips zoals je bij vrouwen wel ziet, van die echt van die dat van die opgespoten producten. Ja, en dat snap Duck. ik. Ja, dat snap ik. Het zit er wel tegenaan al. Ja. Maar ik kan dat gewoon niet zo goed uitstaan. Nou, Amin, als je kijkt, ja? laat het ons even weten. Heb je er iets in gespoten of niet? Is het natuurlijk of is het onnatuurlijk? Ja, en dan kun je ook nog zeggen: ja, ja, maar wat ik erin er spuit, is ook natuurlijk hoor. <laughs> ja, de, ja, ja. Oké. Okay. Nee, Corné, jouw hoofd gaat weer vieze dingetjes doen. Ja, Zo'n podcast sorry. gaat het niet worden van nee. vandaag. Nou. <laughs> nou. Ah, Oké, je nee, heeft andere gedachten, mensen. Nee, want Jeremy en Dave komen ook binnen en we weten allemaal wat ik van Jeremy vind. Ja, dat weten we. Ja. Laten we daar maar niet te diep op ingaan. Dus we gaan door naar de volgende: Tom. met een nadruk op diep. Ja, spreekt zich. Ja, want wat zegt hij, Sam? Ja, uh, op zich zijn er ook al drie mannen uit, hè? Oh, oh, ik heb gezegd: drie mannen. En er zijn nog maar twee mannen uit. En ik weet al dat er een derde uitgaat. Maar dat weet de rest nog niet. Oh. En niemand slaat daarop aan. Maar echt letterlijk niemand. Ja. Of ze horen het wel. En ze, ze slaan het <laughs> op. Ja, dat kan en ook. ze doen er niks mee. Kan oh, ook, hè? Ja, want in het vooruitstukje. En dan blik ik al wel een heel stuk vooruit. Maar dan zien we Jeremy toch ook wel eventjes uh, hard op Tom inhakken. Dat bedoel ik. Ja, maar ik weet nog niet wat er daarmee gaat gebeuren. Want als aflevering 4. Dus ja. daar, uh, daar en die komen we. kijken wij straks. Ja, volgende week, ergens van de week. Ja, we zien het wel. Um, even kijken. Nou, Tom die heeft zich versproken. Ja. En Isen en Ebru die komen, die komen dan ook even in beeld. <laughs> Met van die, van die reële ogen zo. Ja, maar is dat, echt, is dat echt, denk je, op dat moment gefilmd? Of is het gewoon, we hebben gewoon een shot en dit monteren we er even lekker tussen? Want dan lijkt ja. het alsof we hem doorhebben dat hij zo'n stomme fout heeft gemaakt. Nou, het kan beide, maar ik denk inderdaad toch het laatste wat jij net zegt. Ja. We monteren dat erin, want. Bij het uh, torentje aan het einde van de aflevering hebben ze het er geen seconde over. Nee. Dus dat vond ik dan ook best bijzonder ja. inderdaad. Dus ik denk het laatste, ja. En dan komen Claire en Jan Roderick. Uh, dat zijn de twee die dan in principe overblijven en nog binnen kunnen komen. Mm -hmm. uh, hebben we Jannie ook al gehad? Ja, ja Jannie is binnengekomen, want uh, die uh, ging zich minder gericht op kleur. Oh ja, inderdaad. Met ja. Ebru en Tristan. Ja, met Ebru. Uh, dan krijgen we dus de flashback naar het torentje. Ja. Um, ja, en dat wisten we eigenlijk vorige week ook al wel een beetje. Hè? Dat het Jan Roderick zou worden. Daar waren ze ook gewoon best oh. wel eens gezind Oh. Ja, door. maar we zeiden het net verkeerd. Volgens zeiden we, ik in Jan Roderick komen binnen. Maar nee, die moeten nog binnenkomen. Die moeten nog binnenkomen, ja, ja. de heb, de ik gehoord, heb ik het dan verkeerd gehoord? Of heb je het echt verkeerd gezegd? Nee, ik heb ook echt gezegd dat zijn degenen die nog binnen moeten komen. Oh, ja oké okay. dan heb ik het <laughs> over. We zijn gewoon nog moe, Corné. Nee, dat ja, is het. Mijn koptelefoon zat schreef. <laughs> dus. Iemand die een gevaar voor ons is, uh, die moeten we eruit stemmen. Dat is de flashback die we krijgen van het torentje. Ja. Uh, Jan Roderick? Ja, is goed, doen we. Want ja, ik heb Jan Roderick, zag ik heel heftig knikken toen iemand Ebru zei. Dus uh, ja, doe maar Jan Roderick. Ja, maar we weten niet of die nou ook echt op jou zit. Nee, weet ik ook niet. Maar doe maar Jan Roderick. Ja, ja is goed. Ja, hup, kruisje in de tuin. <laughs> ja, letterlijk. So. Ja, er staan twee kruizen in de tuin. De yeah, shit. Nee, sorry, dit moet ik niet doen. Ik wou er zitten twee motten, maar dan er zitten twee kruizen. Oh. Maar dat ga ik maar in. je mee. oude jas. Nee, in mijn oude tuin. Maar in je mijn... oude tuin. Ja. In je kasteeltuin. In, in mijn kasteeltuin. Ja, zie je, doe ik het toch, hè? Ja. Nou, dan komt Claire dus binnen. Ja, ja, ja precies. Ja, die blijft dan over. Hè? Ja. Ja. En Kim, die slaat daar meteen op aan, hè? Oh ja, tuurlijk, tuurlijk komt Claire binnen en dan geeft ze er echt zo'n hele girl hug en dan is Claire bij Kim weg en dan zie je er echt zo <laughs> zo kijken van ik heb jou wat door. <laughs> dus dat vond ik ook wel heel komisch in beeld gebracht. Ja, zeker. Ja. En dan komt uh, Tel binnen en die zegt uh, spreken is zilver, maar zwijgen is, is dood. Oh dood. Ja, <laughs> dat zegt hij ja. Oh, ja, want, is dood. ja dat klopt want Jan Rodrik heeft helemaal niks geen maar woord dan helemaal niks gezegd geen woord tijdens de ronde tafel nee en die ligt eruit dus dat is inderdaad ook wel een beetje gek dus mensen je, je ziet getrouwen ook weer kijken van maar waarom Jan Rodrik dan Kim wordt zelfs pissig erom maar dat doet ze pas nadat Tel dat heeft gezegd ja maar Kim heeft sowieso heel veel boosheid in zich ja, niet per se boosheid, want ze is niet echt boos-boos of zo constant, maar gewoon een soort felheid. waarvan je denkt: poeh, oké, okay, die, uh, ja. die kwam er ineens even uit. Ja. Ja. ja, maar dan aan de andere kant blijkt ze toch ook wel weer uh, een zacht eitje te zijn van binnen. Ja. Later deze aflevering? Ja, eigenlijk wel. Nou, eigenlijk wel. Een, een, een half gekookt eitje dan. <laughs> want nee, ja, ik vond het niet heel zacht. Nee, zo presenteert ze zich niet, maar nou ja, komen we straks op terug. Komen ja. straks op terug. Dan wordt uh, door tel de missie uitgelegd natuurlijk. Ja. Voor de missie heb ik drie mensen nodig die van fysieke inspanning houden. Verder maken we drie groepen van vier. Tot straks. Ja. En dan wordt er eigenlijk uh, al, al aan de tafel gezegd van, ja, dan doen we het gewoon zo, 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 zo. We gaan niet allemaal lopen verdelen. En op zich heel slim, want ze willen natuurlijk niet dat dat de verraders daar een handje in hebben. Mm. Maar aan de andere kant, je wilt weten wie de verraders zijn. Laat het even gebeuren. Ja. Ja. Ga kijken van hoe. En uiteindelijk, volgens mij waren ze best wel redelijk even. even uh... Volgens mij zaten Tom en Ebru in één auto. Als oh, twee okay. verraders. Ja, oké. Okay. Ja, dan is het niet heel, er uh, heel erg verdeeld. Nee, maar heel eerlijk, daar hebben we het volgens mij in aflevering twee ook al over gehad. Het maakt eigenlijk niet uit of alle drie de verhalen bij elkaar zitten in een auto. Of dat ze alle drie in een aparte auto zitten. Of dat het 2-1 verdeeld is. Maakt eigenlijk geen rol uit. Want we hebben alles al een keer de revue zien passeren in de afgelopen seizoenen. Ja, dat is ook zo. En daar maar haalt ik niemand ja, echt iets uit. Nee, dat klopt. Maar aan de andere kant, als jij wel verdeeld zit. kun je ja, natuurlijk we wel gewoon horen van. Oh, die zit daar. Die, die, die ja. wordt heel veel besproken. Die wordt heel ja, veel besproken. Dat is waar. En dat is en, zeker waar. Ja. Ik denk dat, ik denk dat die 2-1-verdeling. Om en nog een beetje dat te kunnen doen, ja. dus dat je toch nog uit twee auto's wat hebt, maar dat je ook niet meteen in de kijker staat, als oh, die zullen we allemaal in een andere auto hebben gezeten. Nee, klopt dat? 2-1 eigenlijk altijd de perfecte gulden middenweg is, ja. denk ik. Ja, denk ik, maar dat zal de ene keer wel zo zijn, en de andere keer niet, natuurlijk. Ja, um, ja en dan volgt er natuurlijk heel veel gekonkel Goed. Um, na het ontbijt. Ja, ebru, Jannie, Kim en Robin, Robin, moet ik zeggen, die praten uh, onder andere over Claire. Nou, dat is logisch, hè, want het is het groepje waar, waar Kim op dat moment bij zit. Dus ja. die oppert Claire meteen. Nou, daar gaan ze op zich ook wel in mee. Waaronder Ebru die denkt. hey, dat is mooi. Dat is mm -hmm. mooi. Dan gaat het in ieder geval niet over mij. Heel goed, ja, ze had geen reactie. Uh, en uh, ze kwam super overdreven binnen. En van tevoren was ze een beetje timide. Maar na, nadat de verraders gekozen zijn, is ze een super uitgesproken, is raar. Nou, snap ik ergens ook wel. Ja. Tom en Tristan, die gaan dan ook even samen praten. Ja, want Jeremy staat bovenaan bij de lijst. Ja, en volgens mij is Tom degene die dat oppert. En uh, uh, Tristan die zegt, ja, dat snap ik wel. Ja, 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 ja zou kunnen. Ja. Die staat er nog een beetje 50-50 in. Mm. Die laat zich volgens mij nog redelijk makkelijk ompraten, zeg mm -hmm. maar. Op dit punt in ieder geval nog. Ja, precies. Want dat zal ook geen vijf afleveringen meer duren. Als hij er dan nog in zit. Um, en dan hebben we eigenlijk het eerste moment dit seizoen dat we Izen en Tom, twee verraders, dat we die samen eventjes zien babbelen. Niemand zoekt daar ook iets achter. Terwijl later, als uh, twee anderen staan te praten, dan wordt daar meteen van alles achter gezocht. Vond ik ook raar, ja. maar goed. Izen uh, en Tom die hebben het dan dus over uh, het feit, zegt Izen dan, dat meerdere mensen op Ebru zitten en daar moeten ze wel voor gaan oppassen. En Izen zegt: Luister, ik ga Ebru, als het moet, ga ik Ebru wel verdedigen, lichtjes. Maar niet ten koste van mezelf. Nee. Dus als dat het geval is, ze zegt letterlijk tegen Tom nog aan het einde van dat gesprek: Ja, als er straks bij de rondetafel ineens drie kwart op Ebru gaat, ja, dan ga ik ook mee. Ja. En dat is ook wel logisch. Ja. Dat is ook wel logisch. Ja. Maar Tom, die uh, blijft erbij. Ik ga nog uh, op Michel. Ja. En Isanne gaat op Claire. Ja, die gaat dan op Claire. Uh, en dat vind ik ook slim wat er hier gebeurt, want die zegt dan inderdaad: Oké, okay, blijf jij maar gewoon op die. Blijf ik gewoon op die. Ja. Dan blijf je toch gesplitst. Dus dan komen ze. In ieder geval nooit zomaar in één keer bij die twee tegelijk uit. Nee, precies. En dat vind ik ook weer dat heel... Is heel slim. Want ja, ja, anders kunnen ze rennen. Oh, die gaat erop en die gaat op ja. dezelfde. Wie heeft er allemaal op die gestemd? Ja. Wie heeft er allemaal op die gestemd? Eigenlijk een beetje ook wat Kim in het begin zegt. Hè? Want ik heb een lijstje gemaakt van wie ging er allemaal op, ja. Uh, op Nathan. Ja. ja, slim. Ja, ik vind het heel slim. Ik vind dat tot nu toe van de drie Ysen het ogenschijnlijk oh, het slimste speelt. Tom is ook niet heel slecht, vind ik. Alleen. Maar die verspreekt ze nou Ja, die, die moet gewoon ja, heel veel. In ieder geval één keer. Ja, die moet gewoon op zijn, op zijn woorden, zijn woorden letten. Je ja. moet op je woorden letten, Tom. Ja, en Ebru, ik denk dat ze nu wel een soort van veilig is. Je had dat vorige week ook wel een beetje voorspeld, hè? Van ja, als ze nou gewoon zo doorgaat en ze, en, en ze kan daar een uitleg aan geven. dan zal ze het prima kunnen redden. Ja. En daar heb je eigenlijk gewoon gelijk in gekregen. Ja, ja. Fijn. <laughs> Amin en Jeremy die praten dan nog. Ja. Um, Amin zegt tegen Jeremy: Tristan kwam gisteren naar mij toe met jouw naam. Ja. Uh, dus eigenlijk wil Amin hier Jeremy een soort heads-up geven: van, uh, let op, het kan dus zomaar zijn dat er meerdere mensen ja, op jou gaan bij de ronde tafel. Hou daar even rekening mee. En misschien is het verstandig, Jeremy, om niet altijd gewoon meteen je mond open te trekken, maar om gewoon soms ook heel even uh, af te wachten. Misschien kan dat soms ook helpen. Dus hier dacht ik: ah. Oh, dat is eigenlijk wel lief. Hij probeert hem gewoon een soort van hart onder de riem te steken. Ja. Of om hem ja, letterlijk een heads-up te geven. En dan te zeggen, ja, misschien als je dat wat minder doet... dat dat gevoel bij mensen weggaat of zo. Toen dacht ik, oh, dat is lief van hem. Ja. Ja, ook daar komen we... Ah, daarop ja. terug. Ja. ja, want het was eigenlijk gewoon een valse <laughs> Ja, eigenlijk wel, ja. ja. Eigenlijk wel, ja. Maar dan... Dan gaan Jeremy, Michel en Vincent praten. Michel ziet een beetje een jongere versie van hem in Jeremy. Ja. Oh, cute. Ja. Ja, en dan zegt Jeremy, oh, moet ik die last op mijn schouders gaan dragen? Nee. <laughs> en Jeremy en Michel, die gaan dan samen even staan. Ja. En wat gebeurt er dan? Dan sluit Vincent zich dus eventjes af van die twee. Mm -hmm. Die loopt dan dus ook weg. Jeremy zegt dan nog: Vincent, red me. <laughs> Als een soort grapje. Mm -hmm. En Vincent loopt naar een aantal anderen toe en die zegt dat zijn de verraders. Want ze lopen nu met Want die lopen nu weg. met z'n tweeën weg. Die gaan ja. van alles bekonkelen en dan gaan ze er zo meteen waarschijnlijk uh, één voor één mensen bij halen. Nou ja, Let goed. maar op. Kijk, wat er dus gebeurt en waarom dat bij uh, Tom en Isenne niet zo duidelijk was. Tom en Isenne stonden gewoon ergens apart. Die ja, zijn letterlijk. niet weggelopen van een groepje met nee. z'n tweeën. Dat gebeurde hier dus wel. Ja. En dat is denk ik niet heel slim. Dat is niet verstandig. Ik denk dat Michel gewoon met die. die uh... Michel heeft een masterplan, deze aflevering. En zijn masterplan is: ik wil uh, een groep van vijf mensen gaan maken met mezelf erbij. Uh, en die gaan het spel bepalen. Want wij gaan eigenlijk gewoon de verraders daarmee buiten spel zetten. En het boeit me niet of er een verrader in zit, ja of nee. Of dat het alleen maar getrouwen zijn. Maakt me eigenlijk geen rol uit. Maar ik ga gewoon een groep van vijf maken. En daarmee gaan we zo sterk zijn. Dat we gewoon alles en iedereen. Die we willen eruit kunnen spelen. Ja. Dat we altijd een overwicht hebben aan de ronde tafel. Op zich is dat idee niet eens zo belabberd slecht. Nee, zeker niet. Het is eigenlijk best een goed idee. Het is, het is een heel goed idee, maar het is te vroeg. Dat sowieso. Het is Want, veel te vroeg in het spel. <coughs> en hij had gewoon die vijf mensen er in één keer bij moeten halen meteen. Dat. Dat, Dat niemand gaat denken, waarom gaat hij eerst met die en dan met die ja. en dan met die en dan met die. Dat had hij inderdaad beter kunnen doen, maar dan nog... Je bent dan met vijf tegen, wat is er dan nog over? Twaalf of zo. Ja. Dus jij kan altijd Dertien. nog uh, overwoeld worden door die anderen als die allemaal op een ander gaan. Ja, met gemak. Ja. Alleen zijn idee daarachter is denk ik ook... Want uh, Kim staat bijvoorbeeld ook hoog, hoog op zijn lijst om bij die vijf te hebben. Ja. Kim heeft dan ook weer een groepje met nou, twee, drie, vier anderen. Ja. Dus... Ik denk dat zijn uh, uh, aanvankelijke plan in zijn hoofd dat dat ook was. van Oké, okay, wij zijn met z'n vijven. Claire kan dan in haar groepje ook nog zorgen dat er een paar op die gaan. En uh, uh, Tristan kan in zijn groepje kan die nog een beetje zorgen voor die en die die. Ja, en dat vond ik wel heel grappig. Het lijstje wat hij heeft, waren ook alleen getrouwen. Er ja. zat geen verrader tussen. Nee, er zat geen dus verrader tussen. Dus het plan had gewoon heel goed kunnen lukken. Ja. Maar als hij al zeg van ja, en het maakt me niet uit of dat er dan een vraag erbij zit, en dan denk ik van ja, dan ben je eigenlijk een beetje dom bezig, ja. want dan verlies je sowieso. Dan is het heel leuk dat je de finale hebt gehaald, maar je verliest sowieso. Ja. Toch? En dan waarschijnlijk als het plannetje <laughs> dus wel gedeeld dat ik was gelukt en er zat per ongeluk een vraag erbij. Ja, dan ga je ook tegen de finale ga je die ook juist vertrouwen, omdat je denkt ja, maar met deze persoon ben ik, ben, ben ik heel het spel doorgekomen. Ja. Dus ja, er zaten wel wat, 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 wat haken en ogen aan zijn plan. Maar ja. op zich, in de basis, was het echt geen slecht plan. Ja. Nee. Alleen hij had niet iedereen apart moeten nemen eerst. Hij had ze gewoon alle vijf tegelijk moeten pakken: van. Uh, ja, 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 kom ik. Ja, ik wil even babbelen met jullie. Ja. ja. En dan had de rest waarschijnlijk wel iets gedacht. Maar nou ja. Jeremy en Michel die gaan dus proberen om samen het spel te bepalen... zegt Michel tegen Jeremy. Wij vormen een groep en we nemen dan het spel over. Ik wil controle over het spel en over de verraders. Ik wil een meerderheid krijgen. Uh, ik ga hier even een zakelijke Michel tonen, zegt hij dan. Ja. Dan haalt hij Kim erbij voor zijn plan. En Kim, Tristan en Jeremy wil hij er dus sowieso in. Kim zegt dan aanvankelijk eigenlijk... Nou ja, oké, okay, uh, prima. En dan, uh, ja, op wie wil je dan gaan... Kim zegt: Ja, ik wil eigenlijk gewoon op Claire gaan. Mm -hmm. En dan zegt Michel: Ja, oké. Okay, nou, dan gaan we als eerst op Claire. Ja, ja, prima. Dan choppen we die er als eerst uit. Ja, is goed. Ja. En dan, binnen no time, eigenlijk, zo lijkt het althans, switcht Kim ineens van: Oh, wacht even, dit is raar. Ja, maar Jeremy was ook niet heel erg ontvankelijk, hè? Nee, nee. Nee, die. Jeremy speelt het gewoon heel netjes of zo heb ik het idee. Die zegt: Van ik moet hier wel even, even eerst nog even over nadenken. Ja. Dus ik zeg geen ja, ik zeg geen nee. Maar ja, ik ga, er, ik, ik ga er even, ik ga het even laten bezinken. Ja. En dan, Kim lijkt de seconde dat ze erbij gevraagd wordt, meteen mee te, meteen mee te gaan. En dan op drie kwart van het gesprek denkt ze: Wacht even, dit voelt niet goed. <laughs> nee. Ineens, dan gaan de alarmbelletjes af of zo. Die zit sowieso. Heftig in het spel uh, met, met constant proberen door te hebben wie er wat doet en waarom, en, en gezichtsuitdrukkingen en wat is nou de redenatie van, uh, uh, van hem hier, uh, van Michel, uh, waarom doet hij dit en ja, maar zou, zou het je het dan gewoon niet goed hebben uitgelegd? Of, of nee, ik denk gewoon dat de enige fout die die gemaakt heeft, dat we die vermeld hebben: a, het is te vroeg, en b. Nou, dat zijn twee fouten dan. Maar A, het is te vroeg. En B, hij had ze gewoon allemaal tegelijk moeten pakken. Ja. Of in ieder geval per drie of zo. Ja, dat en, je niet en... een idee hebt, hij kan met een medeverrader oh, eerst ja, nee, even. Maar, ik wou zeggen, ze hebben natuurlijk, die, die auto's zijn al verdeeld. Anders had, had hij nog kunnen zeggen van: Hé, hey, zullen wij ja. even met z'n vijf in de auto? Dat had helemaal slim geweest. Dat was heel slim ja. geweest. Ja, want nu, ik weet niet wat we er al zijn. Zit nou, we in de bijna, auto? Zit bijna. We de... Ja, Bijna. Ja, zeg maar. Ja. Uh, er wordt gesproken over Jeremy en Michel. Daar moet er vanavond één van uit. Alles Tristan, Daar is volgens mij een uh, onderweg naar de auto. Ja. Uh, onderweg naar de missie. Ja. ja. En uh, Tom die zit bij Michel in de auto. En um, yeah. Michel die gaat heel. Maar die gaat ook helemaal zijn plan vertellen. Ik denk van. Hallo. Ja. Je zit, in, je zit in de auto bij mensen die niet bij dat plan horen. Nee. En Tom die, die vind het, vindt hem nogal boos reageren. Nou ja, aanvankelijk... Ik, ik, verhef me. ik praat gewoon hard. Ja, aanvankelijk doet hij dat ook niet. Totdat mensen een paar vragen gaan stellen over... Huh, wat, Sorry, waar heb je het over? Ja, en dan, wordt hij, dan denkt hij, hallo, ik ben toch duidelijk? En dan gaat hij heftiger en harder en harder en heftiger en harder. Voor sommige mensen. Mm -hmm. Ik vond het ergens ook wel meevallen. Ik denk ook wel dat als ik in die auto had gezeten... op de bijrijdersstoel of op de achterbank waar Michel ook zat... dat ik ook had gedacht, wow, oh, oh, oké. Okay. Uh, ja, uh, voorzichtig. Ja. Rustig, rustig aan. En dat wordt later bij de rondetafel ook heftig ingezet. Als nou, ik schrok daar echt uh, heftig van. Ja, ik vond het wel een heftige autorit. Ja. Dat ik dacht, ja, als je in die auto zit... kan ik me daar ook echt wel in vinden, denk ik. Ja. Voor ons als kijkers is, al, is, is alles milder. Ja. En wij zitten ook niet 24-7 aan in dat spel. Nee, daarom. Dus ja, ja. Tom, die, uh, die denkt dan ook: hé uh, hey, uh, Michel, rustig aan jongen. En Ebru, die vindt het prima dat Michel zichzelf zo belachelijk maakt. Dus ja. Tom en Ebru zitten bij Michel in de auto. Ja. Um, ik vind wel een beetje dat, dat Ebru. Um, ja, hoe moet je dat zeggen? Die, die, die is trots op dat ze een verrader is. Nou, dat zou ik ook zijn. Maar die maakt er een soort toneelspel van. Zo met de camera, weet je wel? Alsof het een, uh, een klucht is. Uh. <laughs> Ja, Michelle maakt zichzelf hier hartstikke belachelijk. Dus dat is, uh, nou, dat is prima voor ons als verraders. <laughs> Oké. <Okay>. Ja. <laughs> ja. Oké. Okay. Ja. Nou ja, het is, het is, dat is fijn. Ja, dat is ook wel. Maar ze maakt er een heel uh, theatraal, uh, ja. theatraal moment van. Had niet per se gehoeven van nee. mij. Zegt degene die het meest theatraal is van nee, heel Nederland. Maar, uh, <laughs> nou, niet van heel Nederland, maar toch wel van deze straat. Ja. <laughs> Oké, okay. daarmee probeert hij eigenlijk te zeggen dat hij zelf nog theatraal is. Dat is eigenlijk wat hij dus zegt. Nee, ik ben toch helemaal niet theatraal? Alleen al hoe je dat... Ik ben helemaal niet theatraal. Ja, de missie, ja... Ja, ik, ik, ik blijf de missie gewoon in dit spel niet interessant vinden. Ik vind het leuk. Ik vind de fijne onderbreking van even, even niet te veel gekonkel... Mm. toch ook weer wel, bij deze dan toevallig... Ja. Want met name Amin, uh, ik, ik zal even niet heftig op de missie ingaan, want dat vind ik, dat vind ik gewoon niet nodig eigenlijk, jawel. Ze moeten kleren ja. aan, een, aan een. Nou, ik vond het een beetje een warrige missie. Sowieso. Want uh, dan moesten ze kleren brengen van het ene plekje naar het andere plekje, maar dan fietsten ze in een, vier, in een driehoekje. Ja. Maar dan denk ik van ja, je mag er maar drie meenemen, dus die kleren moet je dan weer daar laten. Uh, ik vond het heel raar. En dat ze er ook Want dan, dan, roept, dan roept Claire bijvoorbeeld van: Ik moet een krop top hebben met, met witte stipjes. Maar ja, als ze naar de volgende rijden... en daar ligt dat krop met dit stipjes. ja, kan hij dan wel meenemen. maar hij moet, moet die weer afgooien bij het volgende groepje. dan wordt dat toch al lang weer vergeten. Iedereen ja, roept om zijn eigen kleren. Dus ik vond het al bijzonder dat er heel veel wel goed ging. Um, ja, en uiteindelijk. Uh, wil je natuurlijk gewoon je setje compleet hebben? Nou, ik zou sowieso niet fijn vinden als mijn kleren daar op de grond zou liggen. In de regen, in het vuil. Ja, dat de... vind ik ook heel apart. Zijn het ook echt hun kleren? Of, of is er gewoon door de productie gezegd: luister, we hebben gewoon allemaal jou. kleren op een hoop gegooid. Jij hebt een kroptopje met, met witte stippen. Uh, hm. en, een, en een spijkerbroek met een, met een scheur erin. En een, en een dit. En jij hebt. Ja, ik vond het ook raar. Ja, toch? Ja. Dus, kandidaten, lever allemaal je koffer in en wij halen er kleren uit... en die gaan we daar lekker werd in het bos Werd ook niet duidelijk, nee. nee. Als dit Wie is de Mol was geweest, dan hadden we gezegd... nou, deze opdracht was vanaf de get-go gedoemd om, om te mislukken. Nou, dat. Ja. En dan toch nog knap dat ze toch nog wel wat waslijnen voor krijgen. Ja, maar Amin, die zegt ergens halverwege bij de waslijn... en het groepje waar hij mee staat, ja. zegt hij... ja, wacht even, gaan we deze mensen nou allemaal toegang tot de wapenkamer gunnen? En dan slaat ineens bij iedereen de knop om van, oh, oh ja, tuurlijk. Ja. Mensen die de waslijn vol hebben, die, die krijgen toegang tot de, oh, inderdaad. Oh nee, helemaal niet aan gedacht. <laughs> nee. Oké. Okay. Nou ja. Even over die wapenkamer. Ik, ja. Volgens mij hadden wij het er vorige week ja. over van, ja, daar zit geen dolk in. Zouden ze dit jaar zonder dolk doen? Maar als je de intro nog eens bekijkt, ja. dan zie je wel een dolk liggen. Dus die komt later. Dus die zal nog wel komen. Als, als ze met minder zijn, dus als die dolk ook meer nut gaat hebben waarschijnlijk. Dat denk ik. Ja. Want anders, la anders laat je hem niet zien in de intro. Nee, dat denk ik ook niet. En het schild en de dolk. Ik denk dat als er nog acht over zijn of zo of tien, dat ze, dat, dat ze hem dan uh, slim kunnen in introduceren ja. in dit seizoen. Ja, dat denk ik ook. Um, ja, ja, de missie voor de rest, ja. Uh, laten we even het einde van de missie pakken. Uh, Robin, Lucinda, Dave, Amin, Tom en Janny die hebben een sleutel uit de opdracht zelf ja. gekregen. Ja. Eén zilverstaaf is er dus uh, ook verdiend. En Isen, Tristan en Jeremy die krijgen dan ook een sleutel. Dat waren degenen die aan het fietsen waren, ja. de coureurs, uh, coureurs, de <laughs> coureurs? de couriers, de, couriers. <laughs> de fietsers. Vanwege het feit dat er meer dan vier waslijnen compleet waren, dus dan zouden zij ook toegang krijgen. Ja. Um, uiteindelijk in de wapenkamer... dan skip ik heel even het gekonkel, daar komen we dan zo even op... in de wapenkamer pakt... Uh, na heel veel mispakken... want hij was een van de laatste. Ja. pakt Dave het schild. En dit keer zien we... wel dat hij ook laat zien... aan iedereen dat hij het schild draagt... en dat hij het, dat hij het heeft. In de vorige aflevering zagen we dat niet. Nee. Zagen we niet wie hem had. Nee. Vond ik toch wel bijzonder. Um, ja, en dan ontstaat er natuurlijk, want het is bijna tijd voor de ronde tafel, ontstaat mm -hmm. er toch gewoon heel veel gekonkel, wat logisch is. Ja. Claire en Kim, die babbelen samen. Um, en op dat moment dat Kim het ook aan Claire vertelt, het masterplan van Michel, ja, dan is eigenlijk Michel zijn masterplan, ligt bij iedereen op dat moment. Ja. En dat ligt ook aan hemzelf, want ja, hij heeft het eerst aan die... Drie van de vier die hij erbij wilde betrekken, heeft hij het? Heeft hij, of twee van de drie heeft hij het uh, al tegengezegd: mm -hmm. Jeremy en Kim. Tristan heeft hij nog niet apart kunnen nemen. Waarvan Tristan later ook zegt: Je had mij op elk moment. had je mij even uh, aan mijn blouse kunnen trekken. Waarom heb je dat niet gedaan? En dan gaat hij zelf inderdaad, wat jij net zei, in die auto na de missie toe, gaat hij het zelf ook nog tegen heel die auto zeggen. Terwijl dat niet de mensen waren die hij erbij wilde hebben. Dus. Wat ben je nou aan het doen? Ja. Nou, en dan Kim, die besluit dan... En Jeremy overigens ook. Die besluit ook om het masterplan van Michel... nog even bij een aantal anderen neer te leggen. Nou, Kim doet dat dus ook. Ja, maar Kim, tegen Kim degenen, is voor uit. Ja. Dan denk ik denk van... Aan de ene kant snap ik dat je Kim erbij wil... want ze komt heel sterk over. Maar aan de andere kant denk ik van... Ja, wil je zo'n flap uit erbij hebben... Nou ja, daar blijkt wel dat ze een flap uit is. Want ze gaat tegen Claire, degene die ze notabene het meeste verdenkt. Ja, dat vond ik wel even mooi. Want vond ik ook mooi. Zij ze gaat daar zitten en zegt... Ja, Claire, ik wilde jou eruit hebben. En uh, nou ja, waarom dan? Vraagt, uh, vraagt Claire. Dus zij legt daar gewoon heel duidelijk uit. Dus daar kan Claire ook wel mee. En die ja. geeft dan ook echt wel een weerwoordje van... Ja, dat ze zo is en blablabla. Bla, bla. Die zegt en ook dan... letterlijk... Ik was er al bang voor dat dat me de nek zou gaan, ja. Kosten. Ja, en, en, zou gaan uh, kosten. En dan, dan wordt dat plan van, van Michel uh, besproken... Dan is het logisch van ja, weet je, de ene flap uit tegen de andere flap uit. Ja, we ja. flappen er Michel uit. Ja, inderdaad. Ja, Katelijn, uh, die zit dan binnen nog even met Michel te praten. Ja. Hoe zit dat nou met jouw plan? zegt ze. Ik, uh, ik, ik hoor van alles over een masterplan. Nou, vertel. Uh, ik twijfel namelijk wel een beetje over Kim en Jeremy, zegt ze, Katelijn. Mm -hmm. En dan komt Kim aanlopen en die breekt eigenlijk in. En die zegt. Michel, niemand gaat jouw plan nu meer snappen als iedereen alles doorlult. Terwijl ze dat net zelf heeft zitten doen. Dus dat is, aan de ene kant is dat ook wel weer heel eerlijk. En aan de andere kant is het ook ergens wel weer een beetje hypocriet of zo. je denkt, hè? Maar goed, ja, en dan krijgt Michel het uh, ja, gewoon heel moeilijk. Heel moeilijk? Ja. Want we zien gewoon een volwassen grote man huilen. Nou, dat zien we wel meer in deze aflevering. Geen grote man dan, uh, maar Jeremy, die, uh, die gaat zo meteen ook nog even ja, de Waterlanders. Ja, hij is ja, ook nee, geen man ja. geworden. Maar Claire ook, die uh, krijgt ook nog de Waterlanders. Claire deze... is ook geen man. Nee, dat Grote weet ik. man. Oh, ja, hey, ik zeg gewoon waar het op staat, hè. Zit je nou, mens nou mensen ik te genderen? genderen? Ik heb gisteren feedback <laughs> gekregen. Oh, ik moet af en toe harder op je inhakken. <laughs> oh, ja, dat is waar. ja, dat ja. Is waar. Dus bij deze. Ja, en terecht, en terecht. <laughs> nee, terecht mensen, terecht. Um, ja, Michel krijgt het gewoon even te moeilijk. En die, ja, die ziet eigenlijk gewoon op dat moment al heel zijn plan. Dat zag hij al wel een, een, een paar uur, denk ik. Weet je die... wat ook grappig vond? Volgens mij zat zat ernaast, hè? Ja. Dat, echt, dat handje zo. Helemaal op het einde, hè? Ja, zo. Nadat, heel zachtjes. Ja. Over, dat, over ja. die arm. Michel stort een beetje in. Niet gewoon gelijk, oh kom maar mannen. knuffel, knuffel, knuffel. Nee, even een ai, ai. <laughs> Kim doet dat wel die loopt er meteen op af en die zegt dan ook tegen ons als kijker ook met betraande ogen zegt ze ja en dan zit zo'n man voor je neus zo'n beer van een vent en die, en die begint dan gewoon als een kindje te huilen ja ik weet het gewoon niet meer maar ja waarschijnlijk gaat bijna iedereen op Michel dus ja Hé, hey, verdomme nou, en, en dat vind ik dan wel graag want je ziet gewoon dat die man breekt en dat hij gewoon zoiets heeft oh daar gaat mijn spel da, daar ga ik ja ja dan ga je het er niet denken van, ja, maar het is een verrader. Nee, ik zou dat op dat moment zou ik hem ook oprecht afschrijven als, als verrader. En tuurlijk kan het. En je kunt als verrader ook hele hoge emoties hebben. Maar dan had je niet zo'n plan ingezet, zo heftig. Dan ben je wel echt een domme verrader... als je dat als verrader op deze manier had, ja. had ingezet. Ja. Dus <tie> dit zou hem juist vrij moeten pleiten. Maar er zaten maar twee, nee, is niet waar, drie mensen bij. Kim, Katelijn en Yzen. ja Dus... Vrijwel niemand heeft dat moment echt, echt meegemaakt. Nee. nee, dat klopt. Maar dus ja, goed, ja, als het toch om aan het flap uit te zijn, dan wordt dit ook al geflap uit. Ja. Zullen we ja. de dikke van Dalen? Ge geflap uit. De dikke van opstal. Dat -uit. bedoel ik De dikke van opstal. Geflap uit. Ja, kreeg ik kreeg ook commentaar op hè. Ja. Dat de dikke van opstal niet Bij, dik genoeg is. Bij Tunnelvisie Live. ja. 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 Waar, uh, waar, blijft die, waar blijft die dikke van opstal nou? Ja, oh, goed, het is goed nog. Ja. <laughs> ja, zeker onze Nenerik onze, onze um, Even kijken ja. Dus dat moment is net geweest Dat Michel uh, heel hard baalt En uh, ja, dan is het gewoon eigenlijk altijd voor de ronde tafel Ja En uh, Isen die bijt het spits af Claire, ik heb jouw naam genoemd En daar sta ik nog steeds achter Omdat ik je eerst heel, gesp ja, uh, uh, heel gespannen vond En uh, daarna Nu ben je ineens mega uitbundig En dat vind ik gek en die houdt dat ook gewoon heel kalmpjes, heel rustigjes. En die zegt dat ook gewoon. En ze zegt eigenlijk ook niet met zoveel woorden. Ja, ik weet dat het niet heel sterk is. Maar ja, heel veel meer heb ik niet. Nee. Dus ja, wederom Isen goed bezig. Ja, <laughs> Vind heel... ik. Ja, vond ik ook. Ja, en Claire die denkt op dat moment. Oké, okay, er wordt nu één iets over mij gezegd. En ik dat... ga terug. Ik ga nu meteen over Michel beginnen. Ja, heel slim. Jazeker. Ik hoorde van een masterplan van Michel. Dat gaat dan om mij, begreep ik. Maar ik ben benieuwd naar jou, Michel. Ja, en Michel, die reageert er wel even op. Maar die zegt dan: Ik uh, ga zometeen alles vertellen. En dan wil die eerst iedereen eigenlijk netjes aan het woord laten. En ja. dan, wat ook wel verstandig. Heel veel meer had hij daar niet, niet kunnen doen. Nee. Laat iedereen eerst maar praten. En dan doe ik mijn woordje wel. Ja. Dan komt Tom, uh, Tom. Corne. Ja. ja, Tom die zegt: Michel, mijn stem ging gisteren naar jou. Uh, hoezo kom jij nu ineens met zo'n giga-plan? Dat, dat kwam echt niet tot uiting. Nee, jouw jou, jou plan uh, slaat op dit moment een beetje nergens op, zeg nee. maar. Nee. Ja, dan heeft hij ook gewoon een punt. Ja. Katelijn, die zegt... Uh, ja, ik zoek het uh, eigenlijk uh, bij mijn vriend hier. En hij heeft het over Jeremy. Ja, of toch bij Michel. Dus ze noemt Jeremy nog wel eventjes. Ja. Ja. Jeremy, die zegt dan... Michel... Aan jou twijfel ik totaal niet. Je bent sowieso een getrouwe. En... Katelijn, ik verdenk jou. Ja. En dat was vorige aflevering ook al zo. En volgens mij in aflevering 1 ook al. Mm, ja, dat hij haar denk, richting ja. op ging, ging, ja. ging denken op gevoel. Ja. Um, dus ook... Jeremy vind ik eigenlijk heel netjes. Die denkt, ik speel gewoon mijn eigen spel. Uh, en ik ga op de mensen die ik raar vind... of, of verdacht vind of vreemd vind. Ja. Ik ga niet, ik ga niet ik ga mee met... Ik ben geen kuddedier. Nee, ik ga niet mee met een, met, met een of ander lulverhaal. Ja, is het, is het handig wat hij deed? Nee. Want dat vindt Jeremy ook niet. Maar ik vind hem daarom niet een verrader. Nee. En terecht. Ja. Nou, en dan komt Amin... <laughs> Ja. Die, die eerst nog helemaal, Jeremy ja. zit op de dingen. van Ja, je moet niet dit doen, want dan word je verdacht en blablabla. Ja. Nee, Jeremy, jij staat bij mij op nummer één. Ja, hoe dan? Maar oké. Okay. Tijdens gesprekken zoek je naar andere mensen. Je bent een beetje hier, je bent een beetje daar. En dan zegt Jeremy, ja, Amin, je zit echt fout. Nee hoor, nee hoor, nee hoor, nee hoor, nee, nee. Nee, mijn gevoel is niet fout. Ja, dat kijk het, weet kijk je nog het, niet. Kijk het straks maar terug. Je zit niet 100% fout, je zit 1000% fout. Ja, ja dat, dat vond ik wel een hele mooie van Jeremy. Dat hij iets later, inderdaad, na dit moment, zegt hij dan uh, op een gegeven moment tegen Amin: als er meer mensen Jeremy noemen, dan zegt hij: Amin, als jij dit nou straks thuis terug zit te kijken en je weet dan dat ik geen verrader was, hoe ga je dan naar dit moment kijken? Nee, maar dat gebeurt niet. Nee, maar, nee, maar mijn gevoel klopt gewoon. Ja, maar je bent gewoon een verrader. Ja. Nee, ik weet zeker dat het klopt. Ja, tuurlijk zeg je dat op dat moment. Ja. Maar ja, ik, nu ben ik oprecht benieuwd. Amin gaat dit niet zien, dat geloof ik niet. Maar ik ben oprecht benieuwd als het wel zo is. Hoe zat Amin naar deze aflevering, naar dat moment te kijken? Daar ben, ja, ik, daar ben, ben ik ook benieuwd, echt nou. serieus benieuwd ja. naar. Dat dus, Amin, ja, reageer daar ook even op. Reageer daar <laughs> even op. Reageer daar even op, Amin. Nou ja, Lucinda gaat daar gewoon lekker in mee. Ja, ik vind ook wat uh, Amin vindt. Ja, eigenlijk heel kort. Ja, en ze, dus ze, ze zegt ook nog wel dat het niet aan zijn gezicht ligt. Want daar plakken heel veel andere mensen het op. Hè, dat hij snel wel ja, hoort. Ja, ja, precies. Want volgens mij zegt hij dan ook... Ja, heb je wel eens gehoord van... Fl flustig, Cluster? Cluster, hoofdpijn. Ja, zoiets. flustig. Nee, iets van roze, roze, rosario. Nee. Heb je wel eens gehoord van Rosa. rosario? Rosa, Rosa. zegt hij volgens mij. Ja, ja, zoiets. Het was in ieder geval een of andere aandoening... Ja. Van, dat je snel kleurt. Ja. Ja. Daarop... Uh, Zullen de makers hem ook hebben uitgekozen, denk ik? We hebben er in ieder geval iemand tussen zitten die we geen verraden maken, maar die wel altijd meteen rood wordt. Ja, uh, makkelijk slachtoffer. Ja. Oh, no. <laughs> ja. Um, nou, Jeremy, die, die breekt dan even een beetje voor de camera no. in zijn uh, biechtmoment. Ja, vond ik ook wel een beetje sneeuw. Ja. Want hij kan niet tegen onrecht. En nu heeft hij het idee: er wordt mij nu gewoon onrecht aangedaan. Ja, en hij zegt, er, hij zegt er ook nog wel eerlijk bij: ik weet waar ik me voor op heb gegeven. Ik weet dat dit spel zo werkt. Maar ja, ik kan het toch echt niet tegen als mensen, als, je, als er, als er jouw onrecht aan wordt gedaan. En je kunt ze gewoon niks wat je zegt, gaat ze daarin uh, uh, veranderen. Dus nou, ik, nou, heb ik er mooi voor. Ik ben ook zo. Ja, ik ook. Ik, wel ik beetje, heb ja. namelijk vorige ja. week in de winkel weer wat meegemaakt. Oh. Wil je het horen? Ik wil een zijstraatje, eindelijk. Nou, een zijstraatje. <laughs> ik was dus lekker aan het werken. Het was uh, zo volgens mij een half uurtje voor sluitingstijd. En er liep al een man, die liep de hele tijd zo een beetje door de winkel. En die komt op een gegeven moment bij mij aan de balie. En die komt alleen toto spelen. Mm -hmm. Ik zo, uh, mag ik dan ook even je tas kijken? Ik denk, ja, je bent de hele tijd door de winkel aan het lopen. Ja, ja daar zaten dus van allerlei spullen in. Dus ik zeg van, uh, en die spullen... Ja, maar die heb ik afgerekend straks, want uh, ik heb het bonnetje nog... Dus ik zei, nou, dan wil ik graag het bonnetje zien. Dus hij allemaal zoeken, zoeken, zoeken. En dat deed hij heel overtuigend. Mm -hmm. Dus, oh ja, ik weet niet waar ik dan het bonnetje heb gelaten. Ik zeg, nou ja, voor deze keer, hè, laat ik je nu gaan. Maar voor een keer zorg je wel gewoon dat je een bonnetje bij hebt. Toen had ik dus de hele tijd het gevoel van: ik voel dat er iets niet klopt. Nee, nee. ik geloof ik het toch niet. Nou, ja. en die gas is al lang weg. En toen dacht ik ineens: oh wacht, ik kan natuurlijk het product wat ik heb gezien aan laten scannen en kijken of dat daar een. Verandering is in voorraad. Ja, ja, ja. Dat was dus niet. Mm. Dus dan weet je al van. Dus ik snap dat, dat, dat stukje ja. onrecht wat je wordt aangedaan. Ja. Want ik ben, je bent gewoon bestolen. Ja, voor dat je snap ik. Ja, 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 ja. Ja, heftig. Ja. Ja, en gewoon vervelend. Want je wil, altijd, je wil eigenlijk altijd gewoon in de basis het goede in de mens zien. Nou, is dat met de wereld waarin wij momenteel leven niet altijd even makkelijk, zeg maar? Nee, zeker. Zeker. Um, maar ook ik probeer dat toch altijd te doen, dat ik denk, nee, maar zo zal die persoon het niet bedoeld hebben. Of nee, nee, dat klopt niet wat ik denk waarschijnlijk. En dan de helft van de tijd klopt het inderdaad niet. Heel fijn. Ik heb nu wel zoiets, ik hoop dat je stikt in je kustdacht. Ja. Dat zat in zijn tas. Dat snap ik. Ja, dat snap ik. Ik hoop dat die kustdacht lekker lekker aankoekt op je gezicht. Ja, precies. Ja. Dat je daar korsten van krijgt. Dat je je, <laughs> je bek erbij gebrandt. Kustdacht. Korsten. Zo. Yeah. Dus tot zover mijn frustratie. Nou. We kunnen weer door met de aflevering. <laughs> ja, Jeremy heeft dus net een traantje gelaten voor de camera. Ja, ik vond ja. het heel sneu. Ik vond het heel sneu. Ja. Um, Tristan, die zegt dan... Ja, Michel, mijn ogen zijn op jou gericht. En dan heeft hij het er ook over. Hè? Jij zegt dat je mij erbij wilde hebben. Je hebt me geen seconde gesproken. Je zei, ik wil je later nog spreken. Elk moment had je hem er gewoon bij kunnen trekken. Waarom heb je dat dan niet gedaan? Nou, ja. dat snap ik dan ergens ja. ook wel weer. Jannie, ja... Uh, vandaag ga ik me even niet op kleuren richten. Michel, tegen ons zei je, ik schrijf niks op. Ik zou niet eens weten waar, waarom ik het moest opschrijven. Tegen anderen zeg je, ja, hier, kijk, en dan heb je 15 A4'tjes. Het waren er drie. Maar en ja. en A5'tjes. Maar oké. Okay. Maar oké. Okay. Maar oké. Okay. Okay. Klartjes. Maar oké. Okay. Ja. Um, dat is inderdaad ook raar dat hij dat dan tegen de ene ja. dat zegt... en tegen de ander komt hij gewoon met drie, drie a vijfjes aan. Ja, dat is ook gewoon niet heel nee, snug Nee, wees dan gewoon consequent en zeg dan dat je vrachtwagenchauffeur bent... Pres terwijl <laughs> je politieagent bent, toch? Hè? Precies, precies. Maar ja, weet je, ik vind het ook weer niet per se verradersachtig iets. Ik, ik heb nog steeds heel erg het idee dat sommige kandidaten het idee hebben... dat ze in Wie is de Mol zitten en niet in, in, in De Verraders zitten. Ja, dus dat ze achter elke handeling, achter elke blik, meteen iets verdachts moeten zoeken. Terwijl dit programma, ik, ik snap het, want heel veel meer heb je ook niet om op te gaan. Maar dit programma werkt net even iets anders dan alleen dat. Ja. Maar, goed, maar ja, goed, dat klopt. Nou ja, Lucinda die begint dus van ja, weet je, je bent gewoon nu gewoon niet meer te vertrouwen. Of je nou verrader bent ja. of getrouwen. Kijk, jij wil er ook volgens jouw plan getrouwen uitwerken. Ja. Dus je bent gewoon nu niet te vertrouwen. En daar heeft ze 100% ja. gelijk in. En dan zegt Ebru, Ja. Wat zegt Ebru? <laughs> Damn, inderdaad. Ja. Gewoon aan de ronde tafel. En toen dacht ik, doe dit nou niet. Hou, nou, ja. hou nu gewoon even je mond. Want, nou, dan, want ja. dan let er überhaupt niemand op je. Nee, dat is ook wel zo. Want het maar gaat aan de al niet kant, over jou. Aan de andere kant is het wel slim dat je, dat je dus even dat laat je er lijken, een, een reactie mee, op ja. geeft. Ja, dat je er een reactie op geeft. Oké, okay. ja. maar dat. Ja, ik, ik had die reactie iets kleiner proberen te houden. Ja. En ik kan dat gaan, uh, gaan testen binnenkort. Want ik ga meedoen aan een, uh, een weekend Deze maand. Potverdorie, ja, echt waar? Ja, serieus. Ja? Ja. Oh. En ik heb daar heel veel zin in. Ik heb daar echt heel veel zin in. Het staat in het teken van Magie. Het wordt een, een uh, versie met magie. Dus ik uh, mag lekker mijn Harry Potter kleertjes aan en oh, zo. superleuk. Dan mag je Afrika gaan roepen. Nee, dat niet. Hoop oh. ik. Hoop ik. Want dan zet ik mezelf echt voor lul. Dat ik er zo uitzie, dat is A. Ja. Maar dat ik dat dan ga doen, dat is Nus. Maar, um, <laughs> oké. <okay>. Uh, <laughs> Die was eigenlijk helemaal niet grappig. Waarom lach ik? Ja, omdat ik Anus zei. Ja. <laughs> dat, dat is het hele ding. Poep en bies grappen zijn altijd leuk. <laughs> ja. Jij bent er ook goed in, maar ik kan er uh, stiekem ook niks van. <laughs> um, kijk, zie je? Ik weet gewoon, ik weet oh. gewoon waar Corné op aanslaat. Um, ja, als laatste... Michel, die gaat dan soort van... Ja, hij heeft eigenlijk al zijn verlies gepakt op, 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 op dit moment. Al lang eigenlijk. Ja. Um, maar hij legt dan toch nog een keer zijn plan maar eens een keer uit. En Tristan, ja, die vindt het eigenlijk gewoon... Ja, sorry Michel, maar dit is gewoon echt bullshit. Ja. Dit had je anders aan moeten pakken dan. En Vincent vindt het... het de eeuwig gewoon strakke Vincent... ja die vindt het ook maar gewoon een slap verhaal. Ja. En dat is het ook. That op op ook. dit punt is ja. het inmiddels een heel slap verhaal geworden. Ja. En dan wordt er gestemd. Corné, no, hoe wordt yeah. er gestemd? Tristan, die kiest Michel. Robin, die kiest Michel. Dave kiest Michel. Michel kiest Jeremy. Isen kiest Claire. Vincent kiest Michel. Jeremy kiest Katele Katelijne. Katelijne kiest Jeremy. Jannie kiest Michel. Tom kiest Michel. Lucinda kiest Jeremy. Amin kiest Jeremy. Claire kiest Michel. Hebru kies Michel en Kim kiest Michel. Zeker. Dus. Ja, en dan gaat hij op de stip staan. Everybody loves the ice cream man. Jullie niet. Ik ben getrouwd. Doei. En ja, hij heeft, heeft al lang zijn verlies gepakt. Al lang. Ja, Voor dat, dat moment al lang. En er wordt ook helemaal niet geschokt gereageerd. Eigenlijk vind ik. Een beetje. Dat, een klein nou. beetje. Ja, ik denk, ik denk dat iedereen op dat moment niet uh, extern aan het reageren was. Maar in zichzelf... Oh, Kark, wat van Ja, zijn wij ook weer zo'n seizoen? Wat, ja, oké. Okay. Ja, jullie zijn ook zo'n seizoen. Ja. ja, dat was in aflevering 1 al. Dat verandert ja. niet heel veel, helaas. Maar dat, ja, blijkbaar is dit spel zo dat dit altijd gebeurt, mm -hmm. omdat iedereen de eerste drie, vier afleveringen sowieso door wil. En dan wordt het vaak een beetje interessanter op dat vlak. Ja. Want dan beginnen er echt wat, wat grotere vriendengroepjes te ontstaan. En wat, en wat oké, okay, wij gaan nu tactisch op, op die. Nu is het alleen nog maar tactisch. En dan wordt het ook van, ja, wacht even. Die heeft nu bij de eerste rondetafel dat gezegd. Bij de tweede dat. En bij de, dat rijmt eigenlijk niet met elkaar. Dat is drie keer iets anders. Oeh, dat is wel gek eigenlijk. Dan gaat dat soort dingen beginnen. Ja. Even over jouw uh, weekendje met ja. je Harry Potter kleding. <laughs> ja. Hoeveel tovenaars komen er dan eigenlijk? Uh, ik meen, maar dat is niet helemaal duidelijk, ik meen tien. Oh, dus dan ben je wel snel klaar. Ja, het is een weekend hè, het is, ja. het is, het is drie dagen. Ja. Dus ja, ja ik, ik, ik heb ook niet de luxe, tussen aanhalingstekens, ik heb wel de luxe om daar naartoe te kunnen en dat te kunnen betalen, maar ik heb niet de luxe om uh, drie weken footsie te zijn. Nee, dat snap ik. Ja. Maar ik bedoel, ja, zoiets organiseren ze volgens mij ook niet voor drie weken. Nee, nee Maar ik nee, kan nee, me nee. voorstellen dat als ze het, als het, het een weekendje doen, dat ze het ook wel met een grotere groep doen. Maar dat ze dus vaker op een dag zo'n ronde tafel nou, uh, zij hebben. Zij hebben binnenkort editie 5, want ik doe dan mee een editie vier. Mm -hmm. En editie 5 wordt een XXL editie. En die heeft geloof ik wel 25 kandidaten of 20 kandidaten. Of zo, veel in ieder geval. Ja, ja veel. Ja, ja leuk. ik ben heel benieuwd. Ik ja. zal, uh, als ik daarvan terugkom, want het is deze maand. Het is uh, over een week of uh, twee en een half, drie. Dan, is kun, het. dan kunnen we het voor mij nog tijdens de podcast nog ja, Dan kunnen we het weten. absoluut tijdens de podcast Le nog even doen. Vinden u dat ook leuk? Heel leuk. Laat het even weten in de comments. <laughs> Oh, er wordt veel gereageerd vandaag. En Zeker. Door min twee keer. En door jullie over die. Hè, willen jullie het allemaal horen? En door Corné. Nee, met reageer, zijn zijstraatjes. Ik, ik reageer nooit op, op video. Ja, soms trouwens wel. <laughs> Zie je, jij rijdt ook alle kanten op. Ja. Ja. Jouw verhaal houdt ook geen stand. Nee. Um, ik ben ook echt zo'n soort Michel. Ja, <lacht> <lacht> nou, dat weet ik dan ook weer niet. Maar goed. Um, na de stip, dan uh, wordt er natuurlijk. Een beetje gekonkeld, maar er wordt eigenlijk vooral gehuild. Ja. Uh, intern door Jeremy, die eventjes echt zoiets heeft van... Ja, shit, dit, dit was bijna mijn einde. Ja. Dus die gaat uh, waarschijnlijk in de nacht, als hij niet vermoord wordt... gaat hij nog eens even heel goed nadenken over wat zijn plan nu gaat zijn. Ja. En als het voorstukje van aflevering 4 iets zegt, is dat hij... Heeft hij heel een, goed nagedacht. Ja, is dat hij een plan heeft in ja. ieder geval. Ja. Waar die hem volgens het voorstukje ook nog... Perfect goed mee zit, wat ook bizar is, maar heel knap. Ja, heel knap. Um, nou, even kijk, We hebben nu te, over naar voorstukje. Ja. Om even terug te komen op het begin. Ja, misschien heeft hij dat dus wel gehoord. hè? Oh ja, aan de, de onderlijntafel. Heeft uh, gezegd van de. Nou, oh, er zijn er al drie mannen uit, terwijl er nog maar twee uit zijn. En misschien heeft Jeremy dat dat dus ergens kant. opgepikt. Ja. En heeft hij dus nu, gaat hij dat nachtje slapen en dat hij dan zoiets zegt van. Ik denk dat je me ja, daar kan heel goed. Ja. Ja. Ik zou dat heel tof vinden. Uh, en misschien offert hij daarvoor ook zichzelf op. Want het, zo lijkt het een beetje aan, aan de ontbijttafel in de, in de vooruitblik van aflevering 4. Maar ja, we gaan het zien. We ik ben zien. heel benieuwd. Ja, ik, 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 ik heb ik daar ook. nu al wel zin in, zeg maar. Zeker. Um, we, zijn we zijn gebleven bij. Uh, ik moet even niesen, denk ik. Ik doe dat gewoon met microfoon aan. Ja, ik niet. Dat kan ik niet. Oh. Um, Claire, die moet huilen. Ja. Uh, want ja, de, 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 het is gewoon evenveel. Nou, dat snap ik wel. Dave die trooster. En uh, uh, Claire vindt het allemaal zo hard hoe iedereen uh, op elkaar inhakt. Die vindt niet dat hij weg is, dat vindt ze niet zo erg. Dat zegt ze letterlijk. Ja, ik, ik snap wel dat dat allemaal zo gebeurt. Mm -hmm. Maar hoe er dan richting zo iemand zo hard op ingeprikt wordt. Ze zeggen ja, dat vind ik toch wel. Dat had ik niet helemaal verwacht dat dat zo binnen zou komen. Nee. Terwijl ze het zelf natuurlijk ook deed aan de ronde tafel. wat logisch is, want ze wilde. Uh, van haar wilden ze de verdenkingen weg hebben. Ja. Dat Is allemaal logisch. Ja. Maar ja, ik snap inderdaad dat dit uh, best hard binnen kan komen Ja, iets. precies. Ja. ja. Uh, Isen, um, ik zit inmiddels uh, bij het conclave. Sorry, ja, ik was ietsje te we snel. We gaan het torentje in Sam. Ik was ietsje te snel. Want uh, Jeremy die voelt zich ook nog heel erg platgeslagen. Ja, dat had je zeggen. gezegd. En die zei ook, ik weet even niet meer tegen wie, maar hij zei ook ja, hij was dus met iemand aan het praten. Volgens mij met uh, uh, Lucinda was hij aan het praten. En daar zegt hij, ja, weet je, je kunt, er gewoon, je kunt er gewoon niks tegen inbrengen. Dus ik ben gewoon gefrustreerd. Ik vind het niet erg dat jij mij verdenkt. Dat, dat vind ik niet erg. Nee. Want ja, ik weet toch wel dat ik het niet ben. Maar ik, ik, kan het, ik kan niks tegen jullie zeggen waardoor dat verandert. En dat vind ik zo moeilijk. Nou, dat is het ook. Dat is ja, verschrikkelijk. Dat is, ook, ja. dat is echt verschrikkelijk. Kom ja. klaar. Gaan we het torentje in. Ja, torentje. Vertel. Nou ja, ze beginnen natuurlijk al. Ja, Michel heeft zijn eigen graf gegraven. Ja. Dat is gewoon een, een feit, want ja. ja, dat plan is in duiken gevallen en ja. hij ligt eruit. Ze zijn er zelf in ieder geval heel blij mee. En Isen zegt dan: Ebru, jouw naam wordt wel een paar keer genoemd, maar er gebeurt weinig mee. Ja, ja. dus in principe, met andere woorden, voorlopig zitten we wel, wel, wel prima. Wel prima. Ja. Ja. En dan zegt Ebru volgens mij ook nog: ja, Jeremy's naam gaat bijvoorbeeld ook nog rond. En dan oppert Tom op zich wel iets verstandigs, ja. vind ik. De pijlen zijn nu op Jeremy gericht. Misschien moeten we ook eens alle de verraders op iemand stemmen. Ja, alle de verraders. Ja, dus iemand moet... stemmen die op Jeremy zit. Iemand doodmaken ja. wil je denken? Ja, 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 Misschien oh. moeten we iemand vermoorden nu die op Jeremy zit. Dus ja. dan doen we heel erg wat een verrader ooit in het begin van het programma was dat logisch. Ja. Oké, okay, laten we iemand vermoorden die uh, gevaarlijk is of zodat ze niet bij ons uitkomen, maar bij Jeremy uitkomen. Maar omdat we zoveel seizoenen hebben gehad gaan mensen nu ook daarover heel anders denken. Ja. En ik denk dat wat hij nu zegt, dat dat heel slim is. Ja. Dat hij zegt, oké, okay, we moeten nou juist eens aan de verraders gewoon iemand vermoorden die dan niet bij ons uitkomt als je gaat redeneren, maar bij iemand anders. Ja. En dat vind ik heel clever. Ja. Alleen dan hoop ik wel dat ze dan dit doorzetten en dat ze de volgende keer weer op een andere manier iemand vermoorden en de keer daarna weer op een andere manier. Mm -hmm. Zodat je eigenlijk nooit met één redenatie... Bij de verraders uitkomt. Nee, nee precies. Isen ja. denkt dan eigenlijk aan Lucinda. Ja. En daar is de rest eigenlijk wel mee eens. Want ja, ja. Lucinda heeft natuurlijk niet de afgelopen keer, maar de keer daarvoor best wel op Ebru gezeten. Mm -hmm. Dus dan komt Tel binnen. Ja, en... ineens. <laughs> ik dacht ook, ik zat er te kijken en ik dacht ook. Wat doe jij? Nee, ik, ik dacht daarvoor, dacht ik, oh, we zien eigenlijk al gewoon op iets stemmen. Ja, ik ga de naam opschrijven. En toen dacht ik, oh, nou dan gaan ze dus ook gewoon echt op Lucinda. Nou, oh, dat is nog nooit zo makkelijk duidelijk geweest. Nee, nee, nee dat klopt. Meestal en toen, toen kwam, beetje, toen kwam ja. inderdaad Tel binnen. Ja. ja. Nou, dan zegt Tel: er gaat vanavond niet. Het, het plan is veranderd. Oh, het plan is <laughs> veranderd. Er gaat vanavond niemand vermoord worden, want er is een dodenlijst. Dus? Ja, en toen dacht ik: hè? Gaat er nu al niemand vermoord worden? Nee, en dat is namen, wel heel veel. De namen zijn bepaald en daar komen jullie vanzelf achter. Zit ja. erbij. En dan zeggen, dan zeggen ze: ja, maar misschien staat onze naam er ook op. Ik denk: ja, maar jij gaat jezelf er die vermoorden? Hè? Ik vind het zo graag van, van: ja, misschien staat onze naam Ja. <laughs> ja. Toch? Misschien staat onze naam erop. Ja, hé, dan is, dan is het helemaal makkelijk. Staat er Tom Ebru en een, en een vierde naam? Ja, dan kiest je toch altijd al die vierde naam. Dat klopt. Ja, dat klopt. Maar ja, aan de andere kant. De dodenlijst wordt aan iedereen bekendgemaakt. Juist, dus ik denk dat ze met name bedoelen. Icen zegt dat daarna ook nog iets duidelijker. Ik denk dat de eerste reactie wel was shit. Dan worden wij straks gedood, misschien gewoon uit automatisme. Mm -hmm. Maar daarna zegt Icen tegen ons als kijker ook nog, um, zegt ze, ja, ik doe het eigenlijk verdomd goed. En dat is ook zo. Ze doet het ook echt verdomd goed. Ja. Maar ik kan ook op zo'n dodenlijst staan. En dan kan het zomaar zijn dat er ineens wel heel veel aandacht op mij terecht komt. Ja, dat wil ik eigenlijk niet. Nee. En toen dacht ik, ja. Die snap ik heel goed. Dat is inderdaad de ja. Ja. ja, en dan het volgende weekstukje. Daar hebben we het eigenlijk we al, het al meerdere heel keren heel over gehad. Ja. Ja. Dus die hoeven we uh, nu nog even niet te behandelen. We zitten nee. op een uurtje, connect. Nou, hebben wij netjes aangepakt. We hebben één zijstraatje ingesprongen. Zeker, daar valt nee. mee. Nee, twee eigenlijk. Ook jouw uh, tovenaarsconferentie. Uh, Ook nog. Uh, Oké. <laughs> Hebben we het ook over gehad. Dus oh. we, we proberen nu nog even twee minuten vol te lullen. Want dan zitten we mooi op een rond uurtje. Nee hoor, nee, hoor, ben, je gek, ben je, nou, je gek. dan gaan we lekker afsluiten. Laat eventjes, Daar doen we er uh, een anderhalve minuut over. La <laughs> Laat even in de reacties weten. Uh, dat kan op Spotify, maar dat kan ook gewoon uh, in de comments op uh, YouTube. Wat jij van de aflevering vond. Uh, wat jij gaat verwachten dat er gaat gebeuren. Geen spoilers voor de volgende aflevering. Als je die je al niet. kunt nee. kijken, maar dat doen wij niet doen, ook niet. niet doen. Want dat, ja, dat is gewoon zonde. Ja. Uh, wij willen gewoon met TV kijken in Nederland. Meekijken en meepraten. Ja, snel, snel, zelf hebben we nog een minuut. Corné, <laughs> ja. Ik, ik, ik bedank jou voor deze heerlijke en, en ouderwets lekker warrige uh, podcast. Ja. Slaap zacht. En tot de, de volgende, volgende nacht. nacht.